We hebben net een troostdienst gehouden voor de nabestaanden van de 11 mensen die het leven hebben gelaten bij het bootongeluk op 28 december jongsleden. Die dienst is ook geweest voor de nog vermisten. Ja, wij dachten het is toch ook wel goed om een kaarsje voor haar, voor die persoon te branden. Dus ook die persoon hebben wij herdacht vandaag. Hij schijnt op u troost, hij schijnt op u zijn zegen, de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Om die mensen alle ruimte geven, daar roep ik de Surinaamse gemeenschap op. Ondersteun en geef de mensen de ruimte om te rouwen. En laat ook met ze mee rouwen, want het zijn per slot van rekening ook Surinamers die uit het leven gegaan zijn. Elf mensen, je zou bijna kunnen zeggen 12 mensen, maar 11 mensen die namen hebben die dus uit het leven gehaald zijn. En als je ernaar kijkt, dan zie je 1 jaar, 4 jaar, 3 jaar. Desharel, April, 4 jaar. Jisriel, Biswane, 4 jaar. Hanuman en Jenny, 1 jaar. Arshana Hanuman, 6 jaar. Helga Hanuman, 30 jaar. Shivaru Monjok, 3 jaar. Monjok Larissa, 7 jaar. Oshinyo Monjok, 6 jaar. Narsing Annetje, Anipa, Paye, 69 jaar. Elisa Narsing. Chanelio Taloon, 22 jaar. En er is nog eentje dus die nog vermist is, dat is Taloon. Tersima Taloon, naar haar wordt nog gezocht. Ik heb begrepen dat twee van die omgekomen vrouwen, dat ze in verwachting waren. Dus dat is inderdaad ook zo dat we eigenlijk nog 2 levens erbij moeten tellen. Want wij geloven dat zodra er een bevruchting plaats heeft gevonden, dat dat reeds een leven is. Dus ook daar is het rouwproces eigenlijk een beetje gecompliceerd voor die geliefden. Want je verwacht, je kijkt ook uit naar de kinderen die moeten komen. En eens plots is die moeder weg en ook dat verwachte kindje is er ook niet meer. Dus echt waar, Suriname. Laten we deze mensen poweren, laten we voor ze bidden, laten we naar ze omzien, laten we er voor ze zijn.